Vaccinatie en chronische artritis. Mensen met chronische artritis hebben een verminderde immuniteit, waardoor de kans om infecties op te lopen of om een ernstiger ziekteverloop te ondervinden in geval van een infectie verhoogd is. Dit komt door de onderliggende ontstekingsziekte, maar ook door de medicijnen die inwerken op het immuunsysteem. Niet alle medicijnen die worden voorgeschreven aan mensen met artritis hebben een immuunonderdrukkend effect. Je immuunweerstand is niet enkel afhankelijk van het type artritis en het soort medicijnen. Ook leeftijd speelt een rol. Hoe hoger de leeftijd, hoe minder immuunweerstand. Als ook aandoeningen die tezamen kunnen voorkomen met artritis, zoals diabetes, obesitas, chronische long- of nieraandoeningen. Je behandelende arts zal met jou bespreken welke medicijnen wel of geen invloed hebben op je immuniteit en welke vaccinaties voor jou al dan niet aangewezen zijn. Kunnen mensen met chronische artritis gevaccineerd worden? Het algemene antwoord hierop is ja. Een vaccin kan altijd een reactie uitlokken, maar deze is in de regel niet verschillend voor mensen met of zonder artritis. De meeste vaccins bestaan uit niet-levend materiaal. Ze zijn compatibel met immuunonderdrukkende behandelingen. Het gaat onder meer over vaccins tegen griep en COVID-19, vaccins tegen tetanus, difterie, polio en kinkhoest, waarvoor om de 10 jaar een booster is aangewezen, pneumokokkenvaccins, hepatitis A en B-vaccins, HPV-vaccin speciaal voor adolescenten en jonge volwassenen, vaccin tegen herpes zoster of gordelroos. Let wel, enkel het nieuwere vaccin is opgebouwd uit niet-levend materiaal. Voor sommige infectieziekten bestaan enkel vaccins op basis van levend verzwakte virussen. Deze kunnen niet worden gegeven aan mensen die immuunonderdrukkende behandelingen krijgen. Levende vaccins zijn bijvoorbeeld gele koorts. Dit vaccin is vereist voor bepaalde reisbestemmingen zoals Centraal-Afrika of Centraal-Amerika. Vaccins tegen kinderziekten zoals mazelen, bof en rode hond. Het rotavirusvaccin, meestal gegeven aan zuigelingen. Het tuberculosevaccin. Het wordt niet meer gebruikt in België, maar wordt in sommige landen nog wel toegediend. Zijn vaccins efficiënt voor mensen met chronische artritis onder immuunonderdrukkende therapie? Mensen met artritis die medicijnen nemen die invloed hebben op het immuunsysteem, kunnen een verminderde respons vertonen op een vaccinatie. Dat verschilt van vaccin tot vaccin en van medicijn tot medicijn. Het is daarom belangrijk om je vaccinaties in orde te brengen voor je met een immuunmedicijn start. Om medische redenen kan het nodig zijn de start van een reuma-behandeling niet uit te stellen en de vaccinaties pas toe te dienen eenmaal de reuma-ontsteking beter onder controle is. Hoewel het antwoord van het immuunsysteem verminderd kan zijn, blijft de bescherming die vaccins bieden voor mensen met artritis bestaan. Voor hen is het voordeel van boostershots nog groter dan voor de algemene bevolking. Vergeet dus niet, als je naar een land wilt reizen waar vaccinatie wordt aanbevolen of zelfs verplicht is, bespreek dit dan vooraf met je reumatoloog. Hij of zij zal je adviseren en, indien nodig, besluiten je behandeling tijdelijk te onderbreken zodat je gevaccineerd kunt worden. Stel je reumatoloog, verpleegkundige of huisarts gerust je vragen over vaccinatie. Je kan ook de website van de patiëntenvereniging Reumanet raadplegen op www.reumanet.be.